En het directoraat cultuur heeft daarom vandaag een expositie gehouden in verband met de herdenking van de Hindoestaanse immigratie zondag. Onderdirecteur Clifton Braam vertelt in gesprek met de nieuwsdienst wat het doel is van de expositie. En de verschillende kenners die we hier in huis hebben, die hebben het allemaal opgezet in zeer korte tijd. Maar dit geeft ook meteen de aanzet naar volgend jaar, die Bigiari, 150 jaar. En wij willen dus nu al gaan werken naar volgend jaar, samen natuurlijk, wanneer het zover is, met alle andere organisaties. Maar cultuur heeft gemeend om vooral ook onze mensen, ja, bewuster te maken en ook die informatie te verschaffen wat het allemaal is geweest, hoe het allemaal is geweest en wat het allemaal heeft betekend, de komst van de immigranten. Braam zegt verder dat het belangrijk is dat de gemeenschap weet wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Vooral jongeren moeten weten hoe rijk Suriname is aan cultuurgeschiedenis. En daarom ook toch op weg naar natiecreatie. Dat voeren wij hoog in ons vaandel. En daarom zijn we bezig vooral met jongeren. Want het gaat erom dat je die kennis, dat je die informatie over moet brengen naar jongeren. Jongeren moeten weten hoe het zit met hun geschiedenis. En kijk, wanneer je alle bevolkingsgroepen welke Suriname rijk is, meer vertelt over de anderen, dan ga je de ander meer respecteren en dan ga je ook jezelf meer respecteren. Dan krijg je dat totale dat nodig is en dan komen we tot daadwerkelijke natiecreatie. Dus inderdaad, overal waar het een beetje minder goed gaat, kijk, er zijn ook mensen waar je veel informatie kunt halen, maar er zijn ook bij anderen weinig mensen. En cultuur heeft dan de opdracht, en met name de afdeling cultuurstudies, om op zoek te gaan, om te gaan neuzen, om alles eruit te halen en overdracht te doen van kennis wat er is over ons cultuur. Braam vertelt dat door de COVID-19-pandemie niet veel activiteiten konden worden georganiseerd door het directoraat. Nu wordt gewerkt aan een inhaalslag. De expositie bij het directoraat cultuur is tot en met donderdag 9 juni te bezichtigen.